Hij is op vrijdagavond hoor. PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Om 8 uur begint die wedstrijd en de vierde plaats staat op het spel. Natuurlijk gaan we erover voorpraten met het Utrechts voetbalgeweten Gert Kruis. De man die even bij Zwolle speelde, maar toch eigenlijk een man is van het rood en wit van Utrecht. Hij is vanavond onze gast Herman Verdips, daar zijn we blij mee. En natuurlijk de ode van Corneel, waar gaat hij eigenlijk over? Ja, we hebben een mijlpaal bereikt. Het gaat goed met Utrecht en nou ja, daar gaat het over. We zijn begonnen aan de beklimming van een bergsport. Mannen zitten alweer te lachen, want ze weten waar we naartoe gaan. Appie, waar zit je? Vandaag zijn we op het trainingscomplex van FC Utrecht op Zoudenballig voor het Happie van Appie. En vandaag hebben we contact met de bekende worstemaker van FC Utrecht. Ja, mensen, de warme, warme worst. Kwartje de meter, heet u beter. Roep die maar, dames, hoor. Ja, Corneel, je zit al te genieten, Corneel, ja, hè? Ik heb honger. Ik hoor het en ik wil. Ja. Heb jij nog een legendarisch verhaal over die worsten? Heel of zullen we dat later in de of zullen we dat later doen? We doen dat straks. Gerrit Beder! Ja, ben je? Ja. Gerrit is er. Hebben we worst? Zeker. Heel goede worst hebben we vanavond. Herman Verdips is bij ons de gast. 56 wedstrijden Zwolle. Ja. Hoogtepunt in je carrière. Ja, dat is aan het einde van mijn carrière, dus... Nee, het was gewoon een hele leuke club, hele aardige mensen, warme mensen. Het was toen de eerste divisie en ja, we speelden 1-1 en we konden niet degraderen. Dus je kon alleen maar leuk voetbal spelen en als je verloor, nou, dan verloor je. En won je, dan won je. Ja, maar je was wel gewoon in Utrecht blijven wonen, toch? Ik ben in Utrecht blijven wonen, heen en weer gereden elke dag. Ja, Gert, hoe was die als speler? Nou, het was een hele talentvolle rechte vleugelverdediger die ook centraal kon spelen. En wat hij heel goed kon, René, de operationele zones bestrijken. Wat een oude onzin, hè? Ja, nee, maar Herman, je bent een leven lang Utrechter geweest. Is er nou nooit eens een keer een club geweest waarvan je zei van... nou, misschien dat ik nu ga twijfelen? Jawel. Ja? Ja, nou, in het begin van mijn carrière is Nottingham Forest aan de deur geweest. Maar dat heb ik niet gedaan, om privéomstandigheden. En laat is heel even nog Ajax in de buurt geweest, maar oké... Dat zou niet doorgaan. Utrecht vroeg te veel. En ze wilden nog 2 spelers van Ajax hebben. Nou ja, dan ben je uitgepraat. Wie is er eigenlijk allemaal voor jou geweest ooit? Verschillende. Een hele lange lijst. Ik ga het nu hebben. Real Collaboration. El Europarada. Ja. Dus dat heel veel internationaal. Herman, als je nu kijkt naar het huidige voetbal, had je in deze tijd willen spelen? Ja, tuurlijk had ik deze tijd willen spelen. Toen ik speelde en Gert speelde, zaten er 8000 man op de tribune. En nu zit er elke thuiswedstrijd 20.000. Dat is een dag en nacht verschil. Hoe kijk je naar het huidige Utrecht? Nou, ze doen het gewoon hartstikke goed. Ja? Dus ja, ze hebben toch gewoon een goed team, goede trainer, goede technische staf. Nou ja, dus goede jongens. Nou, niet te vergelijken met onze tijd, want onze tijd was heel anders. We hadden allemaal Utrechtse jongens en nu heb je toch heel veel jongens van buitenaf. En wij hebben nog met 11 Utrechters in het eerste gespeeld. Want jullie schelen elkaar 1 jaar in leeftijd. Dus Herman is veel jonger dan jij. Hè? Ja. Dus, ja. Maar jullie kennen elkaar natuurlijk vanuit de stad ook. Nee. Ja. Ja, wij waren echt een hechte groep, een collectief. Wat ook naast het voetbal heel veel met elkaar optrok. En van alles ook beleefd hebben. En hartstikke mooie tijd. Het was ook nog een tijd, René, dat we bijna failliet gingen. Ja. En daardoor ook nog een aantal acties hebben. Ja. Maar wat was de kroeg waar je het meeste kwam met de hele ploeg? Dan ging je altijd naar Dikke Dries voor mij, oude Dikke Dries. Ja, jullie. Jullie zeggen geen nooit mee. Ja, je zat achteraan. Ja. Nee, je zag niet. Jongens, je kent het programma, Herman, dat heb je hier al een keer gezien. We gaan naar de ode, want Corneel gaat staan voor zijn ode van deze week. Ja. Want wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, we hebben gewonnen van Sparta, dat is eigenlijk het enige. We kunnen vierde worden vanavond, vriend. Ja, maar dat is vanavond pas. Dat, is, ja. dat kan Corneel het nee, nog, niet Corneel over nog niet over hebben. Corneel en de ode. Yes. Sparta uit 1-2, Go Ahead 0-1 en Heerenveen 1-0. En Zwolle thuis, weet je nog, met 3-1 de lul. Groningen en NEC, Willem II, ook hupsakee. Excelsior en Twente gingen hopsa door de play. Roda en Vitesse thuis, 1-0, AZ en ADO uit. Weer Willem II en Roda gingen keihard onderuit. Toen Heerenveen thuis 3-1, Ajax 1-2, weer als herboren. Waarna Excelsior en Sparta ook van Utrecht verloren. Dit alles bij elkaar maakte van 2017 qua competitiezegens Utrechts allerbeste jaar. Nooit eerder in de clubhistorie zoveel potjes vol euforie. En u denkt wel, verdorie, dit jaar is nog niet eens voorbij. Daar kunnen best wat potjes bij, dat denk ik ook. Dat kunnen wij. Want van deze 19 zegens, zonder op de zaak vooruit te willen hollen, kan Utrecht er al 20 maken, strakjes tegen Zwolle. En voor de mensen die nu denken dat ik deze week vergat te spreken over al dat moois gedaan door Kerk en Labiat,
Natuurlijk niet. Die vrije trap alleen al. Kunst met de grote K. En Kerk, als ik het iemand gun, zo hard gegroeid, doet niemand na. Dus mede dankzij jullie. Utrechts allerbeste jaar. En hopelijk dan weer vanavond, na het laatste fluitsignaal, alle Utrechtse handjes weer keihard op elkaar. Ongekend. Briljant. Ja, laat mij doen. En het mag ook wel eens een keer gezegd worden dat alle beelden bij elkaar gezocht worden door Rick van Maren. Ja, dus top, dat moet ook genoeg. Wat denk je vanavond? Wat ik vanavond denk? Ik denk super spannend. Ik denk Van der Streek gaat scoren. Ja? 2-3. 2-3? Ja. 2-3. Ja. Tot het laatste spannend. Nee, het wordt 1-2. Want we komen achter met 1. Daar gaan we het straks over hebben. Oh, ik wil even aan Herman vragen. Herman, huidige Utrecht, wie is de beste speler op dit moment? Wie is de beste speler? Ja, je zou heel snel zeggen Labiat, hè? Maar ik denk dat in het midden wat er aan andere jongens spelen die ook eruit springen. Is het een collectief Utrecht? Ik denk dat het collectief is, ja. Dus je ziet hoe ze samenwerken, verdedigend, aanvallend. Dat is gewoon collectief. En natuurlijk springen dan, de individu komt eruit, de kwaliteiten komen eruit van die jongens. En als, die kunnen zich ontplooien in dat collectief. Ja. Het grote verhaal van Herman Verrips. Overal waar ik mensen spreek, en we hebben het over je, dan zeggen ze altijd, het is toch ongekend dat die jongen na zijn voetbalcarrière vuilnisman is geworden. Ja, ik moest toch wat doen? Ja, was het zo simpel? Nee, natuurlijk is het zo simpel. Kijk, ik heb 13 jaar gevoeld bij Utrecht, 2 jaar bij Zwolle. Ik ben geen miljonair ervan geworden. En ik heb ook geen ton op mijn rekening staan. Zo, die tijd was het niet. Heb je geen kruis dan alles opgeprakt? Nee, we hebben allemaal hetzelfde verdiend in die tijd. Maar als ze nu hadden gespeeld, dan hadden we ook ons alles goed kunnen regelen. Nou, het is niet zo. Ja, ik moest aan de bak. En ik had bij FC Utrecht bij sponsors gevraagd, joh, laat me meewerken, meelopen in je zaken. Ik wil ook stage lopen, ik hoef er geen geld voor te hebben. Ik moet in die wereld komen. Nou, niemand gaf respons. Nou, toen ben ik gesolliciteerd bij de gemeente Utrecht. Was dat een grote teleurstelling voor je? Dat niemand, ja. Want je bent teleurgesteld uiteindelijk in de club tuurlijk, ook. Tuurlijk, als jij speler bent, dan willen ze je allemaal praten, aanraken. Ben je fantastisch. En dan vraag je een gunst aan die mensen. Nog ineens voor geld, hè. Ik laat mijn stage lopen, want ik moet terug in de maatschappij in. En dan krijg je nul op orkest. Ja, dat is jammer. Knap. Nou, maar heeft dat nog een smet op het plezier wat je ook aan die voetbalcarrière hebt overgehouden? Nee, helemaal niet. Ik heb fantastische jaren gehad, man. Ik had niet willen missen. En Gert had ook niet willen missen. En wij hebben meer verdiend dan Tony van der Linden. En Tony van der Linden was 10 keer beter dan ik. Ja, waar hebben we het dan over? Ja. Dus, Maar is het scheef, jongens, wat huidige spelers op dit moment, als je het ziet en als je het hoort, wat die verdienen? Ja, je kan zeggen dat het scheef is, maar het is de tijd. In onze tijd was het niet zo. In onze tijd waren de toppers bij PSV... Feyenoord, Ajax, daar verdienen ze in de ton. En bij Utrecht verdien je niet in de ton, hoor. Als je 60.000, 70.000 gulden verdient, dan was je een van de betere spelers. 75.000 plus 1. Ja. Maar als je een van de grote verdieners. Ja, nee, maar dat was bruto, hè? Zo. Heb ik dan over bruto. Ja, daar ging nog een hoop van. Ja. Maar wat kreeg je per punt? Nou, in de eerste jaren 200 gulden per punt. En dan moest je, dat hadden we een soort zwart... Dat is verjaard, hè, dat zwarte geld, hè? Het eerste jaar kregen we op toeschouwersaantallen. Ja? Ja, daar kwamen we. In het nieuwe stadion. Kwamen 3100. In het nieuwe stadion. Dat hebben we wat verdiend. En de andere jaren was eerst van 1 tot en met 10 punten 100 euro, 100 gulden per punt. Van 10 tot en met 20 300 gulden per punt. Van 20 tot en met 30 500 gulden per punt. En van 30 tot en met 40 750. Mooie dus, hoeveel punten, hoeveel keer hebben jullie boven de 30 punten gehaald? Met Favier, 43 punten toen. Ja, dus 3 keer 750 toen. Ja. Ja? Ja. Bruto. Ja, dat verdient hij al. Dat was een overwinning, hè? Maar niet de punten, dat was overwinning. Oké. Okay. De opening voor gedaan. Dus ja. Dus weet je... Maar dan zeuren, jongens. Daarom bij Duk. Maar weet je, ja... Kijk, we hebben er goed van kunnen leven. Ik denk, hij heeft ook goed van kunnen leven. Ik heb ook goed van kunnen leven. Alleen, ja, we zijn geen miljonair. En ik moest aan de slag buiten mijn voetbalcarrière. Nou, ik ben vuilnisman geworden. Ik heb er geen spijt van. Ik heb het fantastisch naar mijn zin waar ik nu zit. Ik zit nog steeds bij de gemeente. En bij Fop. En bij Fop, ik ben ook een trainer. In concurrentie met FZ ook, van Remco Klaassen. Met Remco Klaassen, Dus ik verdien een zakcentje bij mijn trainen. Ik heb een goede baan bij de gemeente. Je hoort mij niet klagen. Ik mag de jongens aansturen, 30 chauffeurs aansturen. Die vallen onder mij. Ik heb gewoon een goede baan. En ik heb het allemaal zelf gecreëerd. Ja, dat vind ik knap. Ik heb niemand wat verschuldigd. Niemand heeft me geholpen. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Mooi, dus. Dus ja, ik vind het goed. Klasse, mooi. Herman, klasse. We gaan naar Appie, want Appie had de worstenmaker Gerrit op Zoudenballig. We hebben trek. Kwartje de meter warme. Ja. Heb je geen ijs? Ja, het komt net te laat, meneer Jammer. We zijn net te laat, alleen de warme worst hebben we vandaag. Oké. Het koude weer. Gerrit, welkom dat je hier bent. Hartstikke leuk dat je bij het Happie van Appie bent. Dank je wel. De worsteman van FC Utrecht.
Hoe lang doe je dat nou al? Vanaf het begin eigenlijk al, Appie. Wat is nou de leukste opmerking die je nog gehad hebt? De leukste worm, zou die passen? Zou die ik passen? Zeg, hij moet passen, want ik heb er maar één. Dat vroeg een dame aan mij, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Gerrit is een toppetje in het stadion. En krijg je ook eens vervelende opmerkingen? Ja, ja, maar dat gooi ik naast me neer. Daar ben ik al zo gewend van. Zeg ik, bijt er nou maar lekker in, is die toppie. Je zal het zien. Oké, okay, Gerrit, nou dan zou ik zo zeggen, laten we er eens even eentje gaan proberen. Het is echt een toppassie, even krijgt er een zakje bij. Het is inderdaad een flink wasje, het is niet de maat van René van den Berg, dat nee, zie ik zo wel. Nee, heb je veel kleiner, daar kan je er maar vijf van verkopen van die. Ja, dat klopt. Maar dat is echt top. Ik denk dat mijn Essertje er ook wel jaloers op is, op die maat, moet ik eerlijk zeggen. Ja, hij is hard zat hoor, dus ik weet niet of hij zo hard is, hoe lekker joh. God, vind ik wel eens inderdaad. Was je de andere man? En dan nog even de uitslag. Ja, jongens, hij is weer de warme was. PEC Zwolle, FC Utrecht, 0-2, doelpuntenmakers, Labiat en Van der Streek. Hij heeft gelijk, onze Appie. Trots op dat niet alleen Appie met Gerrit te maken heeft gehad. Gerrit, kom erbij, man. Kom er hartstikke nee, mooi bij. Was, warme was, kom jongen. Warme was, hij is weer de kwartje de meter, misschien een warme woord. Ja, niet klasse. Nee, dames en heren, dit is echt folklore, dit is cultuur en dit is onze stad. Dit moet nooit, hey, nooit verdwijnen. Arie nooit Stal, verdwijnen. Nooit nee, ik zei vertellen, mijn ooms liepen al in nou, toen was ik nog in onderhand, nou, ik was net getrouwd, 30 jaar. Toen liepen mijn ooms al in dat oude stadion ja, met warme worst. En dat is net wat jij zegt, ja, het is cultuur. En het moet er blijven. Dat zei ik, hè? Dat zei Gert niet, nou, ja, 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 jij hebt het gaat niet meer. Ja, het wordt het algemeen gezegd, maar het is cultuur. En het hoort ja, erbij. We gaan voorspellen, jongens. Cornel zegt... 2-3. 2-3. Gert zegt... 1-2. En ik zeg... Appie zegt 0-2. Wat denk jij? 0-3. 0-3. Oh. Herman, wat denk jij? 2-5. 2-5? Herman, ja. Jongens, een worstie. Herman, je moet penalty nemen. Penalty nemen. Denk je dat je zelf erin loopt in 2-5? Ja, maar neem maar geen worstie. Ja, worstie. Kom, worstie. Jongens, krijgen zo een worstie. Even de penalty, die is heel belangrijk. Penalty. Ah, hij weet niet welke dat je hebt nooit een goal kunnen maken, dus dat gaat jou niet lukken. Hij heeft 4 in zijn hele carrière, dus dit wordt de 5e. Dit is misschien wel de belangrijkste. Kan die? Ben ik klaar voor? 1... Ja, de laatste weergepakt. Zat er niet in. Ik moet hier wat mee doen. Dus het is 4-4 in de totale stand. Ik moet hier wat mee doen. De gasten en Gert Kruis. Worst te laat. Nee, worstje. Ja, nee, Cornel wil ook een worst, hè. Ik heb de hele tijd honger. Ja, dat zie ik zo. Geen worstje. Jongens, wij gaan een lekker worstje eten. U kunt op 10 december FC Utrecht tegen Feyenoord een worst kopen bij Gerrit. En doe het Gert. Want Gerrit heeft gewoon... wil al zijn worsten kwijt. Dit was een Bergsport. Ja, tot volgende week. Helemaal jongen, eindelijk.